Een nationale bewustwordingscampagne Balans in 2020 moet de Surinaamse gemeenschap attenderen op een kritische keuze op 25 mei 2020. Dat was de leidraad tijdens de lancering van de campagne vanmiddag in de ballroom van Hotel Turarica. Het project Balans in 2020 is georganiseerd door STAS International in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de UNDP. Volgens de organisatie heeft de campagne als doel jongeren kritisch te laten kijken naar wie het land zou moeten besturen. Op 25 mei 2020 worden namelijk de algemene vrije en geheime verkiezingen gehouden. Het thema van de bewustwordingscampagne is Wij zijn de toekomst, balans in 2020, gelijke kansen, echte vooruitgang. Met andere woorden, er hoort balans te zijn tussen mannen en vrouwen, jong en oud. Karin Revos, coördinator van het project, legt verder uit waarop er gelet zal worden tijdens deze bewustwordingscampagne. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simon stelt het op prijs dat de organisatie wederom een campagne lanceert dat zich nu op jongeren focust. Balans in 2020, de balans die wij streven te halen in 2020, waarbij we eigenlijk zeggen, het maakt niet uit, het gaat niet speciaal om 50%, maar laten we wel balans houden op elk front. De raden van ministers, districtscommissariaten, bepaalde hoge functies in het bedrijfsleven, in besturen bij bedrijfslevenorganisaties. Het is hetzelfde rijtje wat we afgaan en waar wij als Surinaamse samenleving op moeten gaan letten. De jongeren moeten niet alleen opletten dat er naast mannen ook op vrouwen gestemd kan worden, want daar gaat het om. En daarbij de politieke partijen dwingen om vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. Laat me ook zeggen dat ik erin geloof dat zodra er evenwicht is en vooral evenwichtigheid, je hoeft niet per se even grote aantallen te hebben. Als je met evenwicht werkt, als er voldoende critical mass is en als je daarna met elkaar werkt, dat je dan meer bereikt voor je land. We hebben gezien dat, het is genoemd Europa, maar sommige landen in Europa hebben veel hogere cijfers. We zien dat die landen het bepaald niet slecht doen, maar we moeten zeker ook landen als Rwanda in Afrika gedenken, die nu eigenlijk een meerderheid hebben aan vrouwen in het parlement en toch een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Volgens Putri Dewi Amatsumarto, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is Suriname nog niet waar ze moet zijn als het gaat om een goede balans tussen mannen en vrouwen. U hoort ook Emmanuel Scheek, vertegenwoordiger van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit, die aangeeft dat er niet alleen gekeken moet worden naar de balans tussen mannen en vrouwen, maar ook naar het aantal jongeren en ouderen. Willen we dat doen, is het ook iets van ons allemaal, de hele gemeenschap. Alle politieke partijen, de vakbonden, de private sector, niet alleen de publieke sector, niet alleen de overheid. Ik denk dat we on hands on deck hebben wanneer we iets moeten samenstellen. Laten we dan ook denken aan de balans en vooral als het gaat om de verkiezingen Balans 2020. We zeggen het, wij zijn de toekomst. Dat is inderdaad zo. En het moet dan niet de bedoeling zijn dat iedereen die op dit moment gaat bepalen hoe onze toekomst eruit ziet, even oud is als mijn grootouders. Maar dat we ook gaan kijken naar een juiste samenstelling in het aantal ouderen en jongeren. Want de enige manier waarop de jongeren heel goed voorbereid worden om inderdaad in de toekomst het land op een juiste manier te besturen en inderdaad ervoor te zorgen dat die gouden toekomst die wij allemaal voorstreven met Suriname, om dat te behouden en te garanderen, is door de jongeren op dit moment inderdaad ook mee te nemen in dat beleidscircuit. Om ervoor te zorgen dat ze die ervaring opdoen, zodat ze op eigen benen later kunnen staan. En dat ook weer die nieuwe aanwas kunnen meenemen, zodat er continuïteit is. Dat was Emmanuel Scheek, vertegenwoordiger van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit. En daarvoor Putri Dewi Amatsumarto, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze spraken vanmiddag na de lancering van de bewustwordingscampagne Balans in 2020. De launch vond plaats in de ballroom van Turarica.